En dank ook vooral natuurlijk u, geachte aanwezigen, die hier vandaag weer bijeengekomen zijn rondom dit bijzondere monument. Een monument waarmee ik persoonlijk mijn geboortejaar deel. Maar los van dat waarschijnlijk net als velen van u hele fijne en mooie bijzondere herinneringen koester. Elk jaar weer herdenken wij hier de slachtoffers van het verleden, heden en de toekomst. Opdat wij nooit zullen vergeten. Dat zijn woorden die vandaag de dag misschien wel actueler zijn dan ooit, omdat berichtgevingen melden dat jongeren op school niet meer leren over wat er gebeurd is. Dat docenten bang zijn om te praten over wat er gebeurd is, of dat een enkeling zelfs durft te beweren dat het allemaal niet klopt. Of zelfs zover gaat om dat met haatdragende projecties aan anderen te overtuigen. Maar ook omdat juist vandaag de dag vergeten onmogelijk gemaakt wordt. Want oorlog is nog altijd niet voorbij. Dat is iets wat we vandaag de dag ook maar al te goed weer weten. Leven met oorlog is dan ook het Nationale 4 en 5 mei comité thema voor 2023. Ook dit jaar weer hebben we voor u een aantal sprekers gevonden die hun visie op dit thema op papier hebben gezet en onder woorden zullen brengen. Aan mij de eer en de trots om die aan u te mogen voorstellen.